Hey lieve spionnen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik maak dit heel even een hele korte video, want ik moet zo meteen naar mijn advocaten. We gaan eventjes een beetje preppen. Morgen is de rechtszaak. Samant heeft me aangeklaagd omdat ik heb gezegd dat ze illegale dieetpillen heeft gebruikt, wat ik nog steeds geloof. En ik moet lachen, want die advocaat van de tegenpartij, die zit zeg maar alles wat ik online erover zeg, nog in te voeren als producties bij hun pleitnota van morgen. Dus hetgeen wat ik nu zeg, weet ik al van dat hij driftig zit te screenen en uit te typen wat ik allemaal zeg. Hou je het bij? Allemaal uurtjes declareren aan Samant. Luister, het volgende is gisteren gebeurd. Ik ga het ook gewoon even kort vertellen. Danny de Munk heeft in een interview, ik weet niet eens welk blad het spijt mij. Is het een party? I don't know. Hij heeft gezegd in een blad, ik heb niks te vrezen voor de Juice Channels, want ik gedraag me netjes en Jenny, mijn vrouw, die weet overal vanaf. Ik lieg niet, ik ben heel eerlijk in mijn leven, dus ik heb niks te vrezen. Nou, ik vond het zo'n fantastisch interview. Ik heb het gewoon gerepost, hartjes erbij en gezegd, chapeau, dit is nou hè, hoe het hoort, love this. Dat heb ik erbij gezet. Enkele minuten later stroomde mijn DM vol met name ha 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 en moi. Dat geloof ik niet helemaal, zeiden mensen. Ik denk eindelijk een BN'er die normaal is. Ja, sorry. Ik werd gewoon uitgelachen omdat ik dus blijkbaar niet weet hoe vreselijk misdragen hij zich heeft in zijn leven. ja, ik moest er eigenlijk een beetje om gieren, want het werd steeds erger. Ik heb heel veel van deze juice gedeeld in mijn spionnenleger app. Mocht je daar lid van willen worden, ga dan naar petje.af/lifeofyvonne. Daar heb ik heel veel juice in gegooid. Het gaat met name over het drugsgebruik van Danny. Maar hij maakt daar geen geheim van. En dat staat ook in het artikel. Waar ik met name heel erg van schrok, is de mate van vreemdgaan van Danny. Wat schijnbaar zo algemeen bekend is, dat ik denk dat ik wel honderden DM's heb gekregen hierover. Echt waar. Ik heb echt, nou dat met Lentini en Jolante, dat was, heel veel mensen kennen Lentini. Nou, heel veel mensen weten af van het gedrag van Danny de Munk. Door zijn vrienden ook wel Danny de Junk genoemd. Niet zonder reden. Ik krijg van alle kanten door dat hij... dat hij gewoon stagiaires wipt tot bloedens aan toe. Ik heb gehoord van meerdere spionnen in mijn DM dat het dus zo is dat Danny de Munk heel vaak tijdens de shows van Siske de Rat onder andere zo strak als een kanarie tussen die kinderen heeft gestaan. Volgens spionnen heeft hij zelfs gewoon seks in de coulisses gehad. Dat is tijdens de voorstellingen. Kan natuurlijk echt niet dit. Verschrikkelijk. Achter in de bus heb ik ook heel erg vaak gehoord dat Danny dus heel veel heeft gewipt achter in de tourbus van Siske. Wat ik ook heb gehoord is dat hij heeft ook in een andere productie gespeeld. Ik ben even vergeten welke. Was het The Wiz of zo? Ik weet het even niet. Hij is lijpvreemd gegaan met Nulayla Karim, die daar de hoofdrol speelde. Ik heb zoveel DM's gekregen, jongens. Ik heb overal screens van gemaakt. Zo ging ik er doorheen. Het was echt, echt intens. Ik heb wel gelachen, dat wel. Totdat ik één verhaal tegenkwam. En dat is de reden dat ik vandaag deze video maak. Ja, dit vind ik toch wel zoiets heftigs. Danny, toen ik dit las, toen werd ik wel een beetje boos op jou. En dan lees ik dit verhaal, dan draai ik mijn maag van om. Weet je dat? Ik vind het echt een vies, vuil, walgelijk, goor verhaal. Ik ga het zo vertellen. Het is de ervaring van deze dame in kwestie. En ik sta 100% achter haar. Dat je nu alvast weet hoe zij dit aan mij vertelt, vind ik zeer geloofwaardig overkomen. Het is haar verhaal. Dat ga ik hier nu vertellen. Zij heeft nadrukkelijk gevraagd of ik niet haar verhaal in screenshots wilde posten.
Ik kan me voorstellen dat ze dat een beetje spannend vindt. Dus ik heb gewoon besloten om het in mijn eigen woorden te gaan vertellen. Het gaat over een dame. Zij werkte achter de schermen bij Sisqué de Rat. En zij was op dat moment 21 jaar. Ze zegt aan mij dat Danny zich eigenlijk altijd voordoet als een beetje de ideale man. Weet je wel, een soort van ideale schoonzoon. Ik moet je eerlijk zeggen, hij komt echt super likable op mij over, weet je wel. Ik ben ook echt in shock over dit. Maar goed, niets is blijkbaar minder waar. Het meisje werkte dus achter de schermen. En op een gegeven moment heeft dus Danny via de productie haar nummer opgevraagd en haar dus gebeld. En hij zegt dus tegen haar, als ze zo meteen in Enschede zijn, want ze zouden die dag daar optreden, dan gaat natuurlijk de hele crew en de cast met een bus die kant op. En als het zeg maar meerdere optredens zijn, verblijven ze daar dus in hotel of in dit geval in wat vakantiehuisjes. En hij zei dus, als ze zo meteen in Enschede zijn, kom jij dan na de show naar mijn huisje. En zij was eigenlijk nog wel wat afhoudend, maar daar aangekomen kwam hij haar dus halen bij haar huisje. En hij nam zijn zwager met hem mee. En zijn zwager is dus de man van de zus van Jenny. Jenny is dus de vrouw van Danny. En zij heeft dus een zus en haar man was erbij. En die kwamen haar dus met z'n tweeën ophalen. En zij had eigenlijk echt zoiets van in de eerste instantie van, what the fuck is dit? Ik had al helemaal niet verwacht dat er een tweede man bij zou zijn. Beetje creepy. Op dat moment is zij dus meegegaan naar het huisje en zijn er dus allerlei seksuele dingen gebeurd. Zij zegt daar ook bij, bij Danny gaat alles gecombineerd met MDMA of een pilletje. En zij vertelt hierbij dus ook aan mij dat elke keer als ze dan samen waren, dat hij haar dus drugs gaf. Daardoor kwam zij voor haar gevoel in een hele soort van rare, wazige periode terecht. Waarbij zeg maar ook grenzen voor haar gevoel heel erg zijn vervaagd. En daar heeft ze zeg maar tot op de dag van vandaag nog steeds best wel last van. Ik ga eventjes verder met het verhaal, maar ik wil het hier zo meteen nog wel even iets verder over hebben. Danny de Munk heeft volgens deze dame ook altijd een dildo bij zich. En dat vond ik wel heel even grappig. Ze heeft tussen haakjes gezet compensatiegedrag. ze vertelt ook dat Danny heel erg is van de trio's en van de quattro's. En dat ze best wel vage dingen heeft meegemaakt met bijvoorbeeld, zij vond natuurlijk Danny wel een beetje interessant. Dus dan stond zij daar in zijn hotelkamer bijvoorbeeld te douchen. En in ene kwam dan de chauffeur van Danny of zo binnen in de douche. En er werd dan ook verwacht van haar dat zij dus allemaal dingen met hem zou doen. Ze zegt ook, moest ik een keer kijken of ik in de kast van de hotelkamer paste. Voor als het geval dat er ineens een cameraploeg zou verschijnen. Heel apart. En nou komt eigenlijk een beetje het nare van dit verhaal. Op een gegeven moment heeft hij haar dus meegevraagd naar Sensation. Samen met dus die zwager en nog een vriend. Maar dan was wel de bedoeling dat ze daarvoor met z'n vieren het zouden doen. En toen heeft zij eigenlijk gezegd van, ik wil dat eigenlijk niet. Ik heb daar geen behoefte aan. En toen was het ook meteen van, oké, we hebben ook geen kaartje voor Sensation meer voor jou. Dus toen hebben ze gezegd, als jij nog mee wilt, moet je zelf maar een kaartje regelen. Arme meid, 21 jaar, heeft dat toen nog gedaan ook. Heeft zelf een kaartje geregeld. Nou, de heren kwamen haar ontzettend vriendelijk ophalen van het station. En wat denk je? Zijn ze dus doorgereden naar het Amsterdamse Bos? En hebben ze haar op die manier dusdanig voor het blok gezet dat ze daar dus seks hebben gehad met z'n vieren in het bos? Echt, echt jongen. Danny, ik zweer het je. Echt, hoe ik word hier wit heet van, hè. Want jij weet, je weet wat MeToo is, hè. Dit is, weet je, zo'n meisje die al heeft gezegd dat ze dat niet wil. Dan ga je haar dus toch erin luizen. Dan ga je haar ophalen van het station met twee andere mannen. Jullie zitten met drie mannen in een auto. En je haalt een meisje op van 21. Waar je ook trouwens mee samenwerkt, hè, dat nog even terzijde. En dan rij je naar het bos zo van,
Ga nou nog maar eens tegenstribbelen. Je kan toch geen kant meer op. Dit is fuck. Dit kan echt niet, Danny. Danny, als je dit ziet. Je ziet dit 100%. Vuile smeerlap. Dit kan je gewoon niet doen. Ik denk dat je gewoon niet helder meer hebt kunnen nadenken of zo. Omdat je zo veel drugs hebt gebruikt in die tijd. Ik mag lijden dat het nu een beetje is afgenomen. Maar hoor je mij? Dit kan toch gewoon niet, Danny? Weet je hoe dit meisje zich heeft gevoeld? Weet je dat ze zich nog steeds best wel kut hierover voelt? En ik heb tegen haar gezegd, ik zei, weet je wel dat dit is me too. Dit is niet oké. Waarop zij dus aangeeft van, ja, ik heb denk ik zelf misschien ook niet heel duidelijk genoeg gezegd dat ik het niet wou. En dan denk ik, fucking hell, daar gaan we dus weer, hè. Wat, dit, je bent met een BN'er en twee andere mannen. En dan moet je dus heel stoer gaan zijn en zeggen, stop de auto, ik ga eruit, fuck jullie. Nee, dit werkt niet zo bij meisjes van 21. Die zijn onder de indruk, je hebt er al lang... Weet je, er is een machtsverhouding. Jij bent een BN'er. Je bent ook nog eens de ster van de show, van Siske. En zij werkt daar backstage. En dan neem je ook nog... Ik word hier bijna emotioneel, want ik vind het echt heel erg dat je nog twee andere mannen ook nog... Dit is echt... En dan haar drugs geven, zodat ze meegaand is en zich een beetje kan buigen naar jullie wensen. Ik vind dit echt heel erg walgelijk. Zij geeft aan dat blijkbaar de zwager, dat ze daar later nog contact mee heeft gehad. En die heeft aangegeven aan haar dat hij spijt heeft van wat er gebeurd is in het bos. Dat geeft dus al aan... Dat er wel degelijk een besef is van dat wat daar gebeurd is eigenlijk niet kan, hè, Danny. En ik mag lijden dat je nu jonge meisje met rust laat. Dus dat hele ideale schoonzoon gebeuren van ik heb niks te vrezen en ik ben eerlijk tegen mijn Jenny. Weet zij dit? Weet jij dit, Jenny? Sorry, weet jij überhaupt al die dingen die ik in mijn DM heb ontvangen? Ik denk het niet. Ik heb gehoord dat jullie het heel leuk vinden om ook samen... Met z'n tweetjes helemaal naar de kloten te gaan. Prima. Zitten we hier dus met het hele Me Too. En er is gewoon een heel fucking programma gecanceld. Omdat er... Nou, ik zit te bagatelliseren, maar... Omdat er gewoon iemand vieze appjes zat te sturen. En dan hoor ik dit en dan denk ik echt van... Bleh. Next level pick. Dit is fucking next level. Had nou niet zo stoer gedaan met je interview. De dame in kwestie heeft aangegeven... Dat ze heel benieuwd is of er nog meer meiden dit soort dingen met Danny hebben meegemaakt. En of ik haar dan eventueel met deze meiden in contact zou willen brengen. Als er behoefte aan zou zijn. Dus mocht dat zo zijn, kan je met me contact opnemen. Kan ik jullie misschien met elkaar verbinden. Ik zeg je, Danny, omdat het 10 jaar geleden is of meer, laat ik het hierbij. Ik wilde dit wel vertellen. Deze uitspraken die je hebt gedaan... Komen even als een boemerang terug in your face. Heb je verdiend. Daar heb je om gevraagd en dat heb je verdiend. Dus bij deze. Ik hoop dat het niet erger wordt. De geruchten. En dat het hierbij blijft. Eerlijk gezegd. En daarnaast als ik hoor dat jij gewoon helemaal van het pad. Musical staat te spelen. Tussen de kinderen. Dat kan. Heel erg apart dat daar geen melding van is gedaan door iemand. Want ik krijg zo fucking veel DM's hierover. Het moet zijn dat minstens de helft backstage dit wist. Zelfs als er gewoon kinderen rondlopen. Dat er niemand eventjes naar de directie of naar de leiding is gegaan van luister. Dit is er aan de hand of hou dit in de gaten. Heel vreemd. Goed. Ik ga mij voorbereiden voor morgen. Ik ga jullie natuurlijk vertellen hoe deze rechtszaak is verlopen. Ik ga nu eventjes preppen. Ik spreek jullie heel snel. En wish me luck voor morgen. Doei.